Hoe ziet jouw kerstdag eruit qua eten en oud en nieuw? Wat is je favoriete gezonde snack? Hoe blijf je van al het lekkers af als iedereen op werk bijvoorbeeld aan het snoepen is? Waarom ben je begonnen met fitness en gezond eten en vloggen op YouTube? Ben je op dit moment gelukkig? Lifestyle, food, doelen, etc. Wat vind je van de combinatie cardio en kracht? Wat zijn goede oefeningen voor de billen als beginner? Hoeveel calorieën eet je nu? Nooit meer krachttraining of nooit meer cardio? Wil je nog andere dingen produceren naast je e-book? Hoi en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Fit Addicts video. Vandaag heb ik weer een question and answer voor jullie. En het is al een hele tijd geleden, want ik ben heel veel meal prep video's voor jullie aan het opnemen. What to eat in a day. Maar natuurlijk zijn deze video's ook heel fijn om eventjes in te checken, kijken hoe het gaat en antwoord te geven op jullie meest gestelde vragen. Ik had laatst weer een vragenvakje in mijn Instagram stories. Geplaatst en daar kwamen weer hele leuke vragen uit, dus die ga ik beantwoorden. Ik heb er 10 stuks, dus ze zeggen laten we gewoon lekker beginnen. Licht buiten is heel donker, dus vandaar dat ik heel dicht op mijn camera zit. Om gewoon voor te zorgen dat ik alsnog goed in beeld ben en dat alles gewoon lekker fris oogt en niet zo donker zoals het buiten is. Dus ja, ik ga gewoon beginnen met de allereerste vraag. Ik heb ze even in een overzichtje gezet, dus vandaar dat ik mijn mobiel er even bij pak. De allereerste vraag. Hoe ziet jouw kerstdag eruit qua eten en oud en nieuw? Nou, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Ik heb niet heel veel familie of dingen waar ik heen zou moeten gaan. Dus dat scheelt eigenlijk. Ik ben zelf niet zo van de verplichtingen en dingen. Ik heb het liefst dat ik gewoon mijn eigen plannen gewoon kan trekken. Ook met kerst en ook met oud en nieuw. We gaan wel naar wat familie toe. Alleen het is niet zo uitgebreid als alle voorgaande jaren. Ook qua kerstontbijt, dat soort dingen, heb ik eigenlijk helemaal niks gepland. Mijn vriend die moet gewoon werken. Er zijn wisselende diensten. En ja, voor mezelf, ik heb wel vakantie opgenomen, dus dat is lekker fijn. Ik denk dat ik gewoon ga doen wat in me opkomt. Ik denk gewoon lekker eten, een heerlijke kerstfilm opzetten. We gaan dus ook gourmetten nog bij familie, dus dat staat sowieso ook op de planning. Maar voor de rest geen gekke dingen, geen feestjes. Ik ben sowieso echt gewoon niet iemand die naar feestjes en dat soort dingen gaat. Ik lig het liefst gewoon lekker weer op tijd in mijn bedje. Om gewoon de volgende dag gewoon weer te kunnen knallen, want ik heb mijn tijd gewoon hard nodig. Dus dat is eigenlijk mijn plannen voor het nieuwe jaar en voor kerst. Dan de volgende vraag. Vraag nummer 2. Wat is je favoriete gezonde snack? Nou, dat denk ik nu toch wel echt bananenbrood. Ik heb nu week na week een heerlijke bananenbrood gebakken met amandelmeel. Als je die video nog niet hebt gezien, dat is een van mijn nieuwste meal prep video's. En deze week komt er ook eentje online met een bananenbrood met walnoten. Die is ook echt heel erg lekker. Dus ik kan echt zeggen, de favoriete gezonde snack nu is wel echt bananenbrood. En dan dat recept. Dan de derde vraag. Hoe blijf je van al het lekkers af als iedereen op werk bijvoorbeeld aan het snoepen is? Dat, ja, daar kan ik me echt wel wat bij voorstellen, want laatst had ik ook echt een zwak moment. Want 9 van de 10 keer kan ik me gewoon heel goed houden aan mijn doelen en aan hetgene wat ik dan bij me heb qua eten. Maar ik had laatst ook wel echt een zwak moment. Toen lag er zoveel chocola dat ik echt dacht, ik moet gewoon even wat chocola. En wat ik dan doe is, ik pak dan gewoon ze hadden zeg maar van dat muntgeld, toen bij Sinterklaas en zo. Van dat muntgeld en er zaten ook wat grotere stukken chocola zeg maar in. Maar dan pakte ik gewoon de kleine muntjes. Toen dacht ik van ja, dan kan ik in ieder geval wat eten. Ik dacht mezelf, kulluwelle, pak gewoon een paar kleine dingen. Dat had ik gepakt, dat had ik ook ingevuld in mijn fitnessbal. En toen had ik wat geschoven in mijn caloriebudget. Want zoals jullie weten, track ik gewoon mijn macro's en mijn calorieën. Dus voor mij was het toen eventjes een momentje van toegeven. Maar vaak, weet je, doordat ik gewoon echt een meal prep heb gedaan, weet ik precies wat ik wil gaan eten op een dag. Dus ik dacht van ja, weet je, Luella, je kan nu wel heel veel ongezonde dingen gaan pakken en helemaal los gaan hier op kantoor. Maar wat gaat dat doen zoals met je energieniveau? Als ik dan straks ga trainen, dan weet ik het wel weer. Dan heb ik net een energiepiek gehad door al die suikers en al die snelle koolhydraten. Als ik helemaal wil gaan trainen, nou dan zit ik al helemaal in een dip. Dan moet ik weer iets gaan nemen om mezelf helemaal weer op te beuren en weer zo'n energiepiek te krijgen. Dus dat was gewoon echt niet mijn plan. En doordat ik dus zeg maar meal prep, is het voor mij gewoon heel makkelijk om me aan mijn gestelde doelen te houden. Ik weet wat ik bij me heb. Een eiwitreep, bananenbrood, een wafel, een wrap. En dat is wat ik allemaal eet voordat ik ga trainen. Dus ook tussen de tijd zeg maar dat ik op kantoor ben. Dus ja, dat is voor mij gewoon heel makkelijk om daarin keuzes te maken. En ik denk ook dat het echt te maken heeft met je wilskracht. Tuurlijk heb ik soms ook echt mijn zwakke momenten. Maar 9 van de 10 keer kan ik dus doordat ik gemeal prep heb. En dat ik gewoon alles bij me heb. En niet
dingen laat afhangen van wat ik op kantoor zeg maar tegenkom. Dat ik denk van, oh weet je, ik neem niks mee vandaag. Ik zie wel wat ik op kantoor eet. Misschien pak ik wel een rijstwafel of misschien pak ik wel dit. Er zijn altijd verleidingen. Er zijn altijd mensen die wel iets meebrengen. Dus zorg gewoon dat je je eigen maaltijden en snacks bij je hebt. Dat scheelt al de helft. Dan de volgende vraag. Vraag 4. Waarom ben je begonnen met fitness en gezond eten en vloggen op YouTube? Nou, hele leuke vraag. Sowieso weet je om gewoon mensen te helpen. Dat was gewoon mijn ultieme doel. Toen ik zag dat ik 10 kilo kon afvallen. Toen ik zag dat ik 15 kilo kon afvallen. Toen ik uiteindelijk die 30 kilo had afgevallen. Nou, dat sparkte alleen maar meer mijn motivatie. Om met andere mensen te delen hoe ik bepaalde dingen heb gedaan. Dus hoe ik mijn sixpack heb gekregen. Hoe ik zoveel kilo ben afgevallen. Nu hoe ik heel veel spiermassa heb op kunnen bouwen. Hoe ik ben gaan bulken. Hoe ik mijn kont zo rond heb gekregen. Ik vind hem rond. Nou ja, de meeste mensen vinden hem wel rond. En ik vind dat ik wel een goede transformatie daarin door heb gemaakt, zeg maar. Dus dat soort tips vind ik gewoon ook gewoon heel leuk om te geven. En het is gewoon echt mijn passie, weet je. Ik ben er gewoon zo in gegroeid. En het is echt zo mijn leven geworden, zeg maar. Dat ik gewoon super leuk vind. En het eigenlijk al nu als vanzelfsprekend zie om jullie daar zoveel mogelijk over te delen. En zoveel mogelijk aan jullie over te brengen qua kennis. En dat is ook de reden waarom ik nu dus die opleidingen volg. Om jullie daar in de toekomst nog veel beter mee te kunnen helpen. En het is gewoon mijn passie geworden. Dus dat is eigenlijk de reden. De reden was dus gewoon om mensen te helpen en om al het geleerde wat ik heb opgedaan over de jaren, om dat met jullie te delen. Dan vraag nummer 5. Ben je op dit moment gelukkig? Lifestyle, food, doelen, etc. Ja, kan ik echt volmondig gewoon gelijk ja op zeggen. Sowieso mijn leefstijl ziet er nu gewoon heel goed uit. Weet je, ik voel me gewoon echt super in balans. Ik zit nog wel gewoon op 1950 calorieën wat ik eet. Dat is reverse dieting, zeg maar. En het is niet zo gelopen zoals ik had gepland. Dat geef ik eerlijk toe. Het is niet zo stapsgewijs gegaan zoals ik wou. Vooral nu ook met de feestdagen merk ik gewoon dat er meer verleidingen op de loer liggen. Maar weet je, I just roll with it. Weet je, dat is gewoon mijn ding op dit moment. Maar ik merk wel dat ik echt een goede balans heb gevonden tussen gezond eten en lekker genieten. Daarbij, met mijn doelen zit ik gewoon heel erg on track. Ik heb laatst voor mezelf een hele, hele opheldering gemaakt qua planning en qua doelen. En dat ik mezelf nu op dit moment gewoon even wat meer rust moet geven. Dus daar luister ik ook gewoon heel erg naar. En ik heb gewoon dit jaar heb ik gewoon hele belangrijke keuzes gemaakt, ook voor mijn toekomst. Waarin ik gewoon echt zeg van wow, weet je, dat zijn echt grote stappen. En ja, daar pluk ik nu eigenlijk gewoon de vruchten van. Dat is gewoon hartstikke top, dat is heel erg fijn. En qua mindset en wat volgens nog meer voeding, was het voeding? Lifestyle, food, doelen. Voeding ook. Voeding zit ook gewoon dus lekker on point. Mijn doelen dus ook. En ja, weet je, ik voel me gewoon heel erg in balans. Soms dan merk ik wel dat ik nog wat stress heb, zeg maar. Dat ik denk van, oh, ik moet dit nog afmaken. Zoals deze week heb ik twee afspraken gehad. Dus eentje met mijn beste vriendin om haar verjaardag te gaan vieren. En de andere is vandaag. We gaan Sinterklaas vieren met z'n allen. En dat zijn dus echt van die dingen die mijn planning een soort van overhoop halen. Niet dat het erg is, maar dat betekent nu wel dat ik nu op zondag harder moet werken, zeg maar. Om dat weer glad te trekken en om ervoor te zorgen dat ik wel weer rustig de volgende week inga. Dus dat soort momenten zijn voor mij gewoon wel wat lastiger, wat meer een uitdaging. Maar ik merk wel dat ik overal, dus en lifestyle, food, mindset, alles, dat het gewoon heel erg in balans is. Dat ik grote stappen heb gemaakt en dat ik me nu gewoon lekker in mijn vel voel. Dus dat is hartstikke top. Hele leuke vraag, bedankt voor het stellen hiervan. Dan gaan we door naar vraag nummer 6. Wat vind je van de combinatie cardio en kracht? Nou, dat is gewoon de beste combinatie ever. Het is echt gewoon top. Cardio heeft niet echt mijn voorkeur. Maar het is wel heel erg fijn om eerst even lekker krachttraining te doen. Keihard te knallen. De spieren lekker te verzuren. En daarna af te sluiten met nog wat cardio. Deze combinatie werkt het best. En je kan het beste eerst krachttraining doen en dan pas cardio. Omdat krachttraining gewoon veel meer fysieke inspanning vergt. En hele gerichte inspanning vergt. Dan cardio. Met cardio put je eigenlijk gelijk je hele lichaam uit. Dus daarom is het niet handig om dat van tevoren te gaan doen. Want dan ben je eigenlijk al moe. En dan moet je ook nog heel gericht die krachtoefeningen gaan doen. Dus je kan beter eerst beginnen met kracht. Afsluiten met een half uurtje cardio bijvoorbeeld. Of gewoon lekker wandelen buiten. Is ook hartstikke fijn. Maar die combinatie is echt ideaal. En ik merk ook dat die combinatie voor gezorgd dat toen dat ik mijn sixpack heb gekregen, dat ik elke keer droog kan trainen en voor nu zorgt ervoor dat ik in balans blijf met hoeveel calorieën ik eet en gewoon met alles. Dus dat is gewoon hartstikke top. Ik vind het een fijne combinatie. Vraag nummer 7. Wat zijn goede oefeningen voor de billen als beginner?
Nou, toen ik net uit mijn hele droogtrainfase kwam en mijn sixpack had, zag ik echt dat mijn benen super dun waren geworden. En dat vond ik gewoon niet mooi, dus daar wou ik wat aan doen. Ik ging dus aan de slag met een bulkfase. Toen kon ik er dus voor zorgen dat ik heel veel spiermassa kon opbouwen. En dat mijn lichaam in de ultieme stand kwam, zeg maar, om ook die spiermassa op te bouwen en vast te houden. Ik ben toen heel veel hip thrust gaan doen. Leg extension, zware leg extension. En dan ook met één been, dus met twee benen en één been. Squats, deadlifts en stiff leg deadlifts ook. En dus hip thrust. Dat zijn echt oefeningen. Dus vooral de hip thrust zijn echt... Dat is echt de oefening die voor mij gewoon het verschil heeft gemaakt. Voorheen deed ik dat nooit. En toen ik echt in die bulkfase de hip thrust ging doen, toen merkte ik gewoon echt sikke progressie. Dat ik echt dacht, wojo, hier komt mijn booty. Dus dat was echt heel fijn. Dus ja, als je je billen wil opbouwen, dan moet je sowieso zorgen, als je spiermassa daarin op wil bouwen, dan moet je sowieso zorgen dat je meer eet dan dat je verbruikt. Want je moet gewoon gaan overeten om je lichaam, of in ieder geval genoeg gaan eten, om je lichaam te stimuleren met spieropbouw. Dus om spieropbouw op te kunnen bouwen. En want anders gaat het gewoon niet werken. Ik krijg soms berichten van meiden die zeggen, Luella, ik eet 1500 calorieën en ik wil graag spiermassa opbouwen. Wat zijn goede oefeningen? Je kan niet met zo weinig voeding, kan je geen spiermassa opbouwen. Dat is gewoon geen doen. Dus je moet sowieso boven je onderhoud gaan eten, zeg maar, om uiteindelijk mooie, ronde, gevormde billen te krijgen. En daarna kun je wel weer gaan kutten en droog trainen. En dan zul je zien wat er is overgebleven van je kont, zeg maar. En zo heb ik het ook gedaan. En nu zit hij gewoon goed in shape. Dus dat is top. En dat is de manier waarop ik het heb aangepakt. Dus hopelijk werkt het ook voor jou. Vraag nummer 8. Hoeveel calorieën eet je nu? 1900. Ik heb net ook verteld, 1900. Ik heb ook laatst in mijn updates al gezegd. Ik hou 1900 nu nog een tijdje aan. Omdat ik dus de feestdagen inga. En ik ben in het weekend wat meer ongezonder aan het eten. Omdat we dus naar familie gaan. Feestjes, dat soort dingen. Op werk wat meer ongezonder. Dus dat zorgt voor mij voor een betere balans, zeg maar, gedurende de hele week. Pas in januari 2020. Dan pas ga ik richting de 2000, ongeveer 1950. Dan ga ik iets omhoog. Maar voor nu, weet je, ik pak het gewoon heel rustig aan. En ik zie gewoon dat mijn lichaam daar heel goed op reageert. Mijn armen, mijn bovenlichaam, alles is nog steeds zo droog zoals ik in de zomer ook was. En dat is gewoon echt top. En dat was uiteindelijk het doel. Het is niet zo stapsgewijs verlopen zoals ik had gewild en zoals ik had gepland. En zoals het eigenlijk hoort. Maar ja, dit heeft ook geholpen. En nu voel ik me ook gewoon nog steeds gewoon hartstikke goed. En ik ben niet heel veel zwaarder geworden of iets. Ik ben heel lang niet meer op de weegschaal geweest. Maar als ik in de spiegel kijk, ik zie er gewoon steeds hetzelfde uit. En ik voel me gewoon goed. Dus dat is hartstikke fijn. Dan vraag nummer 9. Nooit meer krachttraining of nooit meer cardio? Nou, dat is echt een super makkelijke vraag. Nooit meer cardio natuurlijk. Want cardio, het is wel leuk. Maar het is niet mijn favoriete ding. Dan liever krachttraining. Daar heb ik veel meer uitdagingen in. En kan ik gewoon lekker gefocust knallen en aan de slag. En het voordeel van krachttraining is natuurlijk ook dat je, als je meer spiermassa hebt, verbrand je meer calorieën in rust. En cardio doet dat helaas niet. Dan vraag nummer 10. Wil je nog andere dingen produceren naast je e-book? Ja, en daar wordt al aan gewerkt. Ik heb één heel groot project wat eraan komt. Dat heb ik nu even on hold gezet. Daar ben ik nu eventjes niet zoveel mee bezig. Omdat ik gewoon even wat meer rust nodig heb. Omdat ik anders een beetje uit elkaar knal. Laten we dat niet doen. Dus ik ben nu een beetje een side project gestart. Zeg maar wat... waar ook wel veel vraag naar was. En waarvan ik denk, als je dit hebt, dan gaat het je ook heel erg helpen in het nieuwe jaar. Dus dat ga ik in het nieuwe jaar allemaal launchen. Het is geen huge project of iets. Het is al bijna klaar namelijk. Ik ga het alleen allemaal even klaarzetten. En dan binnenkort kunnen jullie hiervan genieten. Dus er komt nog zeker nog veel meer aan dan alleen mijn e-book. Dus ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat was de laatste vraag. Als je het vond, geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben op mijn channel. Dan blijf als eerste op de hoogte van alle nieuwe video's. En dan zie ik je graag weer terug in een nieuwe FitAddicts video. En heb je trouwens ook zelf een vraag? Stel ze dan in de comments. Dan kan ik ze voor de volgende keer meenemen in een nieuwe question answer. Doei doei!